Ik ben begonnen met turnen door mijn zus, mijn jongere zus. Ik deed vroeger tekenacademie, omdat ik heel graag teken. En mijn zus deed gymnastiek. Ik ben dan gestopt met academie te doen en gaan kijken naar mijn zus. En ja, ze hebben mij gezegd van kom, doe ik er mee. Maar bij de heel kleintjes dan. En ja, ben ik meegedaan. Ik vond dat leuk en dus ben ik er altijd blijven gaan. Zo ben ik erin gekomen. In het begin won ik eigenlijk niets. Ik was wel een goede turnster, maar er waren veel meer gymnasten die beter waren dan mij. Maar ja, volhouden is natuurlijk wel de boodschap. En ja, uiteindelijk ben ik naar de topsportschool mogen komen en dan is mijn niveau natuurlijk beginnen groeien. She is a very serious girl for training, so it's not very complicated to work with her. And now she's more mature. She's 19 years old since a few days, and so it's different than the like Olympic cycle, as she has more maturity, and she's a nice girl to train with. Yeah, I've been. Eigenlijk naar het EO in 2009 in Finland geweest als junior. En daar heb ik toch wel. Daar was eigenlijk wel zeker een hele goede wedstrijd. En dat is eigenlijk zo het begin geweest van echt wel internationale wedstrijden. Dat echt op een redelijk hoog niveau al kunnen turnen. En dan die overstap naar senior is natuurlijk een grote stap. Maar ja. Dat is wel hoe meegevallen precies. Well, I think was not a problem because I worked with her since 4 years, so I had a time to prepare her, and so wasn't too complicated for her to go from a junior level to a senior level. Even when I arrived there in Ghent, I changed a lot of things about methods of training and technique and. But she had a very great potential, and she still has. But her body now is different. She has a senior body, so it's a little bit longer to prepare her. We beseft dat ook wel dat ja, je wordt ouder. Je mag tegen de grote beginnen turnen, laten we zeggen. En ja, dan wil je natuurlijk naar die top en wil je nieuwe dingen leren en oefeningen zwaarder maken en ervoor zorgen dat je toch ergens een keer in een finale geraakt en waarom niet dromen van een medaille. Dat is natuurlijk wel, denk ik, een droom van iedereen. Beste resultaat. Op de wereldbeker in Gent ben ik tweede geworden aan vloer. Dat was toch wel, denk ik, het hoogste dat ik heb gehaald. Maar het EK in Berlijn was ik vierde aan balk en vijfde aan grond. Dus dat was ook wel niet zo slecht. So, for me, the best moment was 2011. And because she had a long time of preparation, and so she did a very good European Championship in Berlin, and she had 4 finals, one around, one final vault. We didn't want to do vault, but because she had a good chance for floor and beam, and she did a very good final on floor, but she took only the 5th place, and for beam she was very. It was possible to get a medal, but she did a little mistake for this month. But she was very good at this time. Ze hebben mij altijd gezegd, blijf met 2 voeten op de grond. En het is niet dat ik dat ooit uit mijn hoofd ga zetten. Want het is natuurlijk zo, turnen, valt daar ook niet zoveel mee te verdienen. Ook niet. Het is een risicosport. Het vraagt echt heel veel van je lichaam, dus een tikkeltje niet geconcentreerd kan een blessure opleveren en dat is toch wel wat we graag willen vermijden.
Op een voorlaatste wedstrijd in Frankrijk heb ik op het laatste toestel de vloeroefening met mijn tweede diagonaal dubbelschroef voorwaarts ben ik neergekomen en is mijn kruisband gescheurd. Ik denk verkeerd geland, want ik zou niet anders. Ik heb het voelen scheuren, dus het is wel. Dat was wel redelijk pijnlijk. En in het begin hoop je van, oké, ik hoop niet dat het echt heel erg is. Maar uiteindelijk, als je dan onder de foto's gaat en ze zeggen dat het over en hout is, dan is dat wel mentaal een deuk. With this kind of injury 1 month before, it's not possible to go. So I think it was very sad for her because she deserved to go and she did many competitions and she won her place to be in Olympic Games and had a good chance to be all around and we prepared for her. So, but sometimes it's like that. Ik heb het heel moeilijk gehad natuurlijk, omdat van kleins af aan ben ik al bezig over ik wil echt naar die Spelen gaan. Dat moet echt super ervaring zijn om daar naartoe te mogen gaan. En als je dan weet van ik mag gaan, nu moet ik zien dat mijn oefeningen goed klaar zijn. En je hebt dan zoiets voor, zo heel kort ervoor. Dat doet wel pijn natuurlijk, maar kijk. Na de Olympische Spelen, je moet je daarover zetten. En ze hebben mij altijd gezegd, like as what doesn't kill you makes you stronger. Dus van zo'n dingen moet je leren. En ik voel dat ik daar ook sterker ben uitgekomen. En dat hebben ze mij ook gezegd, van je bent veel sterker geworden door je daardoor te bijten. I feel very bad. I feel very, very bad. So that's very strange because for everybody was no injury. She saw there two doctors and so because it wasn't spectacular, and she stopped after a double fall. But in fact, we went to Spain because we had to go on our preparation in Barcelona, and we made an ERM. And so the pitcher saw that there was a problem with the cross ligament, so that was over. But it was, I think, terrible for her because it was a dream to be in Olympic Games like all sportsmen in the world. And for me as a coach, and was very hard too. Huh? So, but we have to accept. We wilden ons eigenlijk kwalificeren met het team en we zijn net niet er geraakt. We hebben eigenlijk net iets te veel fouten gemaakt, waardoor dat Brazilië vierde is geworden op het test-event en wij vijfde. Wat dus zou zeggen dat er maar één gymnast van België naar de Spelen ging kunnen gaan. En oorspronkelijk was dat normaal gezien Julie. Toen was er ook nog Aagje, ik en Terry in de running als reserve. En Aachen is dan gestopt omdat haar lichaam niet meer zo goed mee kon. Dus ging het nog tussen mij en Terry. Dan ben ik eerste reserve geworden. Natuurlijk had niemand eigenlijk verwacht of zelf gehoopt dat jullie zich zou kwetsen. Maar we waren wel erop voorbereid dat de reserve met alles goed meedeed. En ook klaar was om in te vallen. Op de laatste moment is dat ook moeten gebeuren, dus ben ik eigenlijk in Julia plaats naar de Spelen gegaan. Nee, ik heb thuis gezeten en ik heb niet naar die Spelen gekeken, gewoon omdat ik dan mentaal niet aankom. Maar achteraf ben ik wel dan gaan kijken naar hoe dat Gael dat dan gedaan heeft en mede
sporters, laat ons zeggen, hoe dat zij dat dan gedaan hebben. Maar dat was dan wel een tijdje daarna. Omdat op dat moment zelf was het wel... Het was nog te kort gebeurd, dus het was nog te moeilijk. Langs de ene kant is dat natuurlijk... Allee, dat is een heel spijtige zaak voor haar. Ze heeft daar heel hard voor gewerkt. En dat gunt je niemand. Maar ik heb wel snel die klik kunnen maken, omdat ik heel de tijd met haar ook heb meegetraind en samen de voorbereiding heb gedaan. Dus ik was wel klaar op die moment om in te vallen. En ik heb er ook met haar over gepraat. En zij zei ook, ja, ik heb liever dat er iemand anders gaat dan dat er helemaal niemand gaat. Dus allee, zelf vond ik dat ook wel tof dat ik zo de bevestiging had dat ze het oké vond dat ik haar dan verving. Ja, ik zei ook tegen haar van kijk, ik ga mijn best doen voor u. Ik kan misschien niet even goede resultaten halen dan dat jij zou het kunnen gehaald hebben. Maar ja, ik stond daar voor mezelf, maar ook om mijn land te vertegenwoordigen. Dus ik wou gewoon het beste geven wat ik in mij had. Ik heb eigenlijk nooit gedacht aan stoppen, omdat ja, die droom zit er nog altijd. Die spelen. Ik ben nu niet kunnen gaan, maar ik hoop nu toch naar Rio te kunnen gaan. En misschien zelfs mijn team. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, want ja, test-event waren we er op één punt niet. Wat natuurlijk heel spijtig was. Maar ja, nu zijn we toch terug volgende week aan het trainen om een team klaar te krijgen. En hopelijk kunnen we met dat team naar de Spelen gaan. Ik heb eerst nog wat thuis gezeten, omdat het was natuurlijk vakantie en dan te spelen. En daarna ben ik eigenlijk vanaf het begin beginnen revalideren, kine, noem maar op, alles. Totdat ik hier dan terug ben kunnen komen. En dan heb ik hier ook nog mijn revalidatie voortgezet, samen met eigenlijk al een beetje trainen. Maar dan heel specifieke... programma's dat niets belastend is en zo die druk opgebouwd en zo terug op niveau komen. Mijn comeback in Portugal was redelijk geslaagd. Ik ben daar geweest voor twee toestellen, balk en grond. Het was eigenlijk terug mijn eerste wedstrijd om er terug een beetje in te komen voor het WK in Antwerpen. Ik heb daar expliciet maar twee toestellen gedaan om de druk een beetje in te houden. Daar al geprobeerd om toch een redelijke oefening neer te zetten. Eigenlijk was het doel eigenlijk nog niet finale halen, maar aangezien dat ik op alle twee in de finale ben geraakt, was ik natuurlijk super blij. En dan in de finale doen wat ik kon en zien wat het geeft. De zenuwen vielen eigenlijk nog mee. Ik had eigenlijk erger verwacht, maar het viel eigenlijk goed mee. Ik had er eigenlijk enorm veel zin in, want na een jaar uit geweest te zijn, dat gevoel blijft er altijd van, ik wil een keer terug zien waar ik sta, een keer terug... onder de mensen komen, laten we zeggen. En dus dat is... ik vond dat wel heel tof. Ik vind het ook heel leuk om wedstrijden te doen. Dat ik dan ook andere turnsters kan zien en zien wat zij doen. En dat is... Ik vind dat het leukste eigenlijk. En dan zien waar dat jij dan staat ten opzichte van de rest. She likes very much gymnastics, and it's not a problem for her to work, and so we had a good cycle together. So for me,
I knew it was a great deception, but I thought she will do it again. So she did it, I'm happy. Ja, de wedstrijd in Portugal was zeker een bevestiging om voor te gaan. Aangezien ik met de mindere oefeningen die ik daar gedaan heb, toch al terug redelijk mee kon. En dat ik weet van, ja, ik kan er daar en daar en daar nog proberen werken naar nieuwe elementen om erin te stoppen. Om mijn oefening zwaarder te maken en om daar meer punten voor te scoren. Dus dat is wel het doel. Het WK in Antwerpen zou ik dolgraag meedoen. Dat zou ik ook wel triestig vinden mocht ik niet meedoen. Het gaat sowieso heel tof zijn, denk ik, omdat het in eigen land is, in Antwerpen. Waardoor dat er toch wel heel wat supporters meer zullen komen kijken en zien dat het niet zo ver is. En voor de rest, ja, WK's zijn altijd leuk om te doen. Ik vind dat enorm tof om tegen alle landen te mogen turnen en zien wat zij doen. En ja, enorm leuk. Ik vind dat enorm leuk. Ik hoop dat er een team naar de Spelen kan gaan in 2016 in Rio. Dat zou fantastisch zijn dat we voor de eerste keer met een Belgisch team naar de Spelen kunnen gaan. En dan zou mijn droom toch nog gerealiseerd worden. Zonder tegenslagen geen overwinningen.